Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Boven Nederland zien we een mengeling van wolken en opklaringen. Richting het zuidwesten zit er meer bewolking en die bewolking die trekt de komende uren het land binnen. Dat betekent dus dat we wolkenvelden hebben waar de zon af en toe een gaatje doorheen weet te vinden, het vaakst in het noorden van het land. Heel lokaal kan er misschien een spatje vallen, op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag trekken die wolkenvelden dan weg en dan zien we de zon vaker doorbreken, temperaturen daarbij zo'n 14 tot 17 graden. De wind waait matig, aan zee is soms vrij krachtig en dat is dan windkracht 5. Ook vanavond droge omstandigheden, de wind neemt wat af en er zijn opklaringen. Al met al dus een hele rustige start van de meteorologische zomer, want het is vandaag 1 juni. Morgen is het niet rustig, in het zuidoosten zon, daar droog en 19 tot 21 graden. Maar in het westen en noorden een regenachtige dag met een harde zuidwestenwind, misschien zelfs stormachtig, windkracht 7 tot 8.